Weer gaat de leider counteren. 19 rond de tussentijd. Het is nog altijd Lotus Centaur, Chabba Mill aan de buitenkant. En daarachter volgt op plek 3 Kelly Beukerswijk. Die drie paarden gaan de laatste bocht nu in. De rest volgt zo dadelijk. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Chabba Mill komt nu wel dichterbij. Chabba Mill, ook Kelly Beukerswijk, gaat al een half spoortje naar buiten. Maar de leider is nog altijd Lotus Centaur. En die komt als eerste in de laatste rechte lijn. Lotus Centaur, Bas Krebas. Daarnaast Chabba Mill, Robin Bakker. Derde spoor is voor Kelly Beukerswijk, Rick Wester. Laatste rechte lijn. En het is nog altijd Lotus Centaur die leidt. Lotus Centaur, daar komt Chabba Mill aan de buitenzijde. Die loopt wel ietsje in, maar het gaat niet heel hard. Krebas aan de binnenkant, Bakker aan de buiten. 14-1 de laatste 500 meter. En dit gaat Krebas wel redden. Lotus Centaur begint met een overwinning. Daarachter op de tweede plek Chabba Mill. En derde is Kelly Beukerswijk. Tijd van de winnaar. 17-1. Dames en heren, Bas Krebas met Lotus Centaur. Lotus Centaur is gefokt door Stal Centaur. Felicitaties aan Bene Dijkstra. Stal PD is de eigenaar en Bas Krebas de trainer en rijder. 17-1 voor de winnaar. Start is gevallen. Snelle start van Lotus Centaur. Die gaat makkelijk de kop pakken. Chabba Mill ligt tweede op de rug van Lotus Centaur. En aan de buitenkant gaat Jaarde Beukerswijk naar plek 2. Daarachter volgt dan Kelly Beukerswijk. En daar gaat Jaarde Beukerswijk van de benen. Jaarde Beukerswijk springt. Daar had Kelly een beetje last van. Uitgeschakeld. Die verloor positie. Nummer 4 galop. Maar komt nu weer terug naar plek 3. Vierde plek daarachter is voor de 3 Kiewe Rock. Die even een moeilijk momentje had. En aan de buitenkant daarnaast ligt Nanadu Vrijthout. En die wordt dan weer gevolgd door Keden van Bremen. We hebben nog 6 paarden in de strijd. En de leiding is voor Bas Krebas met Lotus Centaur. Die gaat nu een aanval krijgen van de favoriet. Opening 16 rond. Chabba Mill duikt even op naar Lotus Centaur, maar Krebas zegt nee en dus gaat Chabba Mill weer terug naar binnen. Dat kan, want daarachter gaat Kelly Beukerswijk dat gaatje niet dichtlopen. De vierde plek daarachter is voor Nanadu Vrijthout. Dan Kiewe Rock en achter Kiewe Rock ligt Keiden van Bremen. Zo wordt de bocht gerond, paarden achter elkaar. Tempo in de eerste 500 meter lag bij 1.16. En Bas Krebas houdt redelijk tempo, maar het gaat geen 16. Nummer 3, onregelmatig. Kiewe Rock gaat eruit, die had een paar moeilijke momentjes. En dat is de man in de auto niet ontgaan. En zo hebben we nog ruim een ronde te gaan. En de leiding is in handen van Lotus Centaur. Galoppade daar zomaar voor Nanadu Vrijthout. 20.5 de tussentijd, eerste kilometer in 1.18.2. Paarden de laatste kilometer nu in met Lotus Centaur. Dan Chabba Mill. En daarachter volgt Kelly Beukerswijk. Dan een tijd niets, dan Keden van Bremen en dan Nanadu Vrijthout. En meer smaken hebben we niet in deze koers. We gaan de Z-Turfbocht door. En op weg naar de rechterlijn overzijde leidt Lotus Centaur, een dochter van Kaan Olderson. Wordt gevolgd door Chabba Mill, een Redley Express. En de derde plek daarachter is voor Kelly Beukerswijk en dat is een Urban Beukerswijk. Andere twee deelnemers zijn wat verder weg en we zijn halverwege de rechterlijn overzijde. Daar komt de tweede aanval van Chabba Mill op de leider. Weer gaat de leider counteren. 19 rond de tussentijd. Het is nog altijd Lotus Centaur, Chabba Mill aan de buitenkant. En daarachter volgt op plek 3 Kelly Beukerswijk.
Die drie paarden gaan de laatste bocht nu in. De rest volgt zo dadelijk. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Tjebba Mil komt nu wel dichterbij. Tjebba Mil, ook Kelly Beukerswijk, gaat al een half spoortje naar buiten. Maar de leider is nog altijd Lotus Centaur. En die komt als eerste in de laatste rechte lijn. Lotus Centaur, Bas Krebas. Daarnaast Tjebba Mil, Robin Bakker. Derde spoor is voor Kelly Beukerswijk, Rick Wester. Laatste rechte lijn. En het is nog altijd Lotus Centaur die leidt. Lotus Centaur, daar komt Tjebba Mil aan de buitenzijde. Die loopt wel ietsje in, maar het gaat niet heel hard. Krebas aan de binnenkant, Bakker aan de buitenzijde. 14-1 de laatste 500 meter. En dit gaat Krebas wel redden. Lotus Centaur begint met een overwinning. Daarachter op de tweede plek Tjebba Mil. En derde is Kelly Beukerswijk. Tijd van de winnaar, 17-1.